jong was, was ik erg goed in wiskunde. Vanaf de lagere school, maar vooral in de middelbare school. Ik vond dat leuk. Dat waren precies altijd probleempjes die we moesten oplossen. Maar ik leek wel helemaal alleen te zijn, want de rest in de klas die vonden dat allemaal niet zo leuk. Dus ik heb eigenlijk altijd gekozen voor iets wat ik graag doe en ook wel goed kan. En dat is wel degelijk de juiste keuze. Ook toen ik aan het studeren was, heb ik dan voor computerwetenschappen gekozen. En ik kende niet van programmeren. Op het eerste jaar begint je vakken te krijgen over programmeren. En dan merk ik van, oh, dat is leuk, ik doe dat graag. Oké, dan ga ik computerwetenschappen studeren. Ik vond het allerleukste vak IPS, informatie- en programmastructuren. Zal waarschijnlijk nu niet meer bestaan. Maar dat ging over algoritmes schrijven. Daar leerde je gewoon hoe je bepaalde problemen moest aanpakken. En ik denk dat ik daar het meeste van heb opgestoken. En dat deed ik het allerliefste. Ik vind het belangrijk in een beroep dat je altijd iets gaat doen wat een uitdaging voor je is. Zodanig dat je iets nieuws moet leren. En ook bij die uitdaging niet het eerste probleem dat je tegenkomt gaat zeggen van nee, dit doe ik niet graag. Laat ik maar iets anders gaan doen. Nee, je kiest een uitdaging en dan gaat je daar echt voor. En dan leert je nieuwe dingen kennen waarvan je nooit had gedacht dat je die zelfs interessant vond. Ik ben CEO van GuardSquare, een bedrijf van 3 jaar oud dat heel snel groeit. Dus 2 jaar geleden waren we met 2 werknemers en nu zijn we met 28. Dan moet je al heel veel van je werk doorgeven aan andere mensen. En moet je leiding geven, wat je natuurlijk nooit geleerd hebt. En dat is heel leuk, maar ook maak je natuurlijk ook heel veel fouten. En dat is dan een beetje vervelend. Maar goed, ik denk altijd, een goed bedrijf is eigenlijk een bedrijf dat niet 2 keer dezelfde fout maakt. En dus dat uit al zijn fouten leert en dan word je beter en beter en beter.